Nou is er veel kritiek op de minister-president, die zou geen visie hebben, maar in dit verband moet toch gezegd worden dat hij dat wel degelijk heeft. Hier heb je toch gezien dat een politiek bestuurder die gegrepen is door die problematiek, hij zag die vastlopers, hij zag ook dat dat niet meer aan plankwaliteit tot verbetering leidde, heeft ook die bezocht en met een uitstekende ambtelijke ploeg is in een jaar tijd die wet tot stand gekomen. Daar kan je kritiek op hebben, maar het is wel gebeurd. Het heeft voor mij in ieder geval toch weer een beetje het vertrouwen in de maakbaar, in de kracht, laat ik het zo zeggen, van het politiek bestuur heeft dat hersteld. Het kan dus wel, is eigenlijk de stelling. Wat te doen? Dames en heren, ik heb het niet echt die systeemverandering, die systeeminnovatie, heb ik hier aan de orde gesteld. Doen we wel een volgende keer, maar een aantal maatregelen die er kunnen bijdragen om dat systeem meer werkbaar te maken. Ik ga ze niet allemaal doornemen. Ik vind wel, bij eerste nummer vraag ik de aandacht om de keuzemogelijkheden, ook voor het openbaar gekozen politiek bestuur, het is al eerder ter sprake gekomen, om die wat weer te herstellen. Die zijn nou voornamelijk bezig met het Raad van State proefmaken van hun beslissingen. Er zit ook wel een stukje bestuurdersleed bij, dat weet ik wel. Maar laten we zeggen, meedoen in het creatieve proces en uitrukken in de publieke arena en in de openbare arena voor de beslissingen die je genomen hebt, dat is nu steeds minder eigenlijk, kan dat aan de orde zijn vanwege ook die juridisering. De tweede, maak de milieuruimte flexibeler, wel met handhaving uiteraard waar je hem dan daadwerkelijk toepast in een transparant proces. En verder kan ik hier met genoegen verwijzen naar het essay wat de dienst zelf heeft gemaakt. En de crisisherstelwet geeft een aanzet tot de benadering die de dienst naar voren brengt. Maar in wezen zou dat nog veel meer verbreed moeten worden en dan kan je echt wat. Als ik kijk naar puntje 3, die stad- en milieuaanpak, dan heb ik het dus inderdaad ook wel over de normen zelf. Maar ik geef wel aan, en dat is een lastige, hoe je daadwerkelijk waarborgt, punten naar mijn idee twee essentiële, de waarborgen voor gezondheid en, laten we zeggen, natuur. Die natuur kan je naar mijn idee niet geheel aan de lokale afweging overlaten. En daarnaast heb je, al natuurlijk uitvoerig aan de orde geweest, ook de doelstellingen op het punt van bijvoorbeeld CO2-reductie in het kader van de klimaat. Ik ga naar twee andere. Nou, dat vind ik nog even interessant, wordt heel praktisch. Of die WABO nou gaat werken, dames en heren, ik moet het nog zien. Ik zie ook gezichten waarbij de sepsis overweegt. Nou, moet maar even kijken hoe die loopt. Voor mij is het in ieder geval een tussenfase die we misschien door moeten, maar zeker niet het eindmodel als je het hebt over vergunningverlening. En ik sluit niet uit dat het toch een beetje een puinhoop wordt. Puntje 5. Van belang. Deze benadering die lukt al alleen maar als ook daar ontvankelijkheid voor is bij Europa. En eigenlijk is de Europese cultuur van normstelling, die staat wat haaks op wat mijn vak is, dat van de gebiedsontwikkeling. Hè? Want een creatief proces moet je die normen, een transparant proces, uiteindelijk kunnen afwegen. Nou, dat is niet de manier waarop Europa het benadert. En gelukkig heeft een beetje aan meegewerkt het kabinet nog 3 dagen voordat het viel. Op dat punt een brief uitgedaan, die eigenlijk de zaak, maar dan uiteraard in nette bewoordingen aan de orde stelt, richting Europese Commissie. Ondertekend door de toenmalige minister Fromm en de toenmalige staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Ja, die toonzetting moest ook gematigd zijn, want weet, het is gedoe geweest over de brief over Natura 2000 in de Tweede Kamer. Dus ja, het is nogal allemaal omfloerst, maar het staat er toch wel. En als ik het heb over, je mag inderdaad, met Van Heiningen, het beste jongetje van de klas, daar is niet zoveel tegen. Hè? Maar soms zijn we in onze uitleg het domste jongetje van de klas. Hè? En dan hebben we wel een probleem. Tot slot, dames en heren. Ik denk
dat die milieu- en veiligheidswetgeving aanvankelijk zeker effectief en noodzakelijk is geweest. Maar daarom, met het bestaan ook van 35, 37 jaar van deze dienst, zitten we ook op een ander punt, op een kantelmoment naar mijn idee. Naar mijn idee is het stelsel aan het eind van zijn levenscyclus. Het is tijd voor vernieuwing. Ik gaf voor die tussentijd een paar handvatten aan hoe het anders kunt. Nog redelijk eenvoudig, als de wil er is, ziekcrisisherstelwet te realiseren. Maar een systeemvernieuwing is eigenlijk aan de orde. En daarbij, dames en heren, is eigenlijk de kennis en praktijkervaring van de DCMR, dienst als de DCMR, is daarbij nodig. Omdat van daaruit die praktijkervaring op een hoger plan wordt getrokken. Dus het is ook van belang dat de dienst daartoe de ruimte blijft krijgen van degene die de dienst ook sponsoren. Hè? Dit moest ik zo van Jan zeggen. Hè? En het gaat erover, kom ik bij Ivo de Boer, dat we gemotiveerd en op ook een beetje een leuke manier werken aan die aan duurzaamheid. En dat we van dat gechagrijn afkomen. Hè? Dus het heeft ook nog te maken, naar mijn idee, met menselijk geluk. En een kleine toevoeging aan dat filmpje gemaakt, en daar wil ik graag mee afsluiten. Kijk, zo zou het eigenlijk moeten. We moeten die trechter omdraaien. Dank u wel.